Goed dat je weer kijkt, Drivers Dream kijkers. Het is Mercedes tijd vandaag op het kanaal. Want ja, een jaar geleden waren wij op de koffie bij de Benz Collector in Sneek. En in een jaar kan veel gebeuren en dat ga je zien in deze video. Er staat gewoon even een nieuwe S63 AMG E-Performance, kleurtje groen, G63, ook mooi groen. En nog een GT63 S E-Performance. Dat mooie nieuwe spul, dat past er niet eens meer in de hal, dat staat gewoon buiten. Maar binnen, ja binnen is er heel veel veranderd. Kijk, daar staat hij al. Hoe is Stuart? Goed jongen hè? Mooi. Hoe gaat het met je hier? Het gaat goed. Hey, de grote YouTube en Instagram ster. Ja, een jaar geleden kwamen wij op de koffie en ja, toen kenden wij jullie nog niet. Inmiddels zijn jullie een rising star, groot op Instagram. Jullie zijn zeer actief. Wekelijks 2-3 posts en nou, er komt van alles aan. Er is altijd wat te doen. Maar die collectie die er toen stond, die is behoorlijk veranderd. En de accenten zijn een beetje verlegd. Voorheen hadden we van verschillende tuners wel een beetje wat aan auto's, aan Mercedes te staan. Maar ja, tegenwoordig focussen we wat meer op de AMG modellen. Zullen we dan meteen even met de daddy beginnen? Is dit de Hammer? Uiterlijk is het de Hammer, ja. Innerlijk nog net niet. Want deze heeft een 6-in-lijn motor, 3,4 liter. Maar de Hammer had een V8 natuurlijk. Had een V8 hè? Ja. Dus dit is dan de baby Hammer, zal ik maar zeggen. Precies, zo wordt het ook al. Met een V8. Maar wat een knoepert zeg. Ja. Wauw. Weet je hoeveel er van gebouwd zijn? Om en nabij misschien 150, maar dat is, bij deze uitvoering is dat wat lastiger te zeggen. Nou ja, goed. Het is echt een beest. Ja, dit is een beest, dat weet ik, maar die moet ik wel even horen. Tuurlijk, dat moet wel even gebeuren. Iedereen blij van, geloof ik. Nou, wij wel in ieder geval. Ja, de Hammer. Wil je hem zien? Nou, dat komt goed uit, want deze is te bewonderen in Amsterdam tijdens de Amsterdam Motor Show. 28 maart tot en met 1 april in de Rai Amsterdam. Classics, supercars, hypercars en inderdaad youngtimers, ze staan er allemaal. De Benz Collector Sneek neemt een aantal topstukken mee uit de collectie, waaronder deze. En meer goed nieuws, Drivers Dream heeft kaartjes met korting. Vul deze korting in, DD Live 57 korting en dan zie ik jou in de Rai Amsterdam Motor Show. Mijn oog viel wel even op deze, want zo'n W124 Cabrio is fantastisch. En als AMG zie je ze eigenlijk zelden tot nooit. En dan zie ik hem ook nog met blauw kleur, beige leer. Ja. Is dit een 3.2 AMG, denk ik, hè? Dit is een 3.6 AMG. Ja. Azuur op blauw, dus ook een hele unieke kleur. Wow. En, maar toch wel een aardig bescheiden AMG pakket. Ook met de wielen en de pijpjes op het interieur in het blauw. Dat was ook een bijzondere optie toen de tijd. Ook weer aardig gelimiteerd, geloof ik, rond de 70 stuks in de buurt. Ja, ik denk dat het te ver voert om alles weer te bespreken. Maar jongens, er is zoveel veranderd. Ik ga hem even uit mijn hoofd doen. Dus dit is een G, dat zie ik ook nog. Het is een AMG. Dus dan, ik denk de 55 of misschien de eerste, de 36. Dit is de G36 inderdaad en daar hoor je heel weinig over. Ja. Ook aardig zeldzaam dit model, maar goed, hoort er natuurlijk ook bij hè. Ja, maar dit is de eerste keer dat AMG zich bemoeide met een G-klasse. Klopt. Eigenlijk. En dat zal dan in ergens in de jaren 80 zijn geweest. Ja, misschien geloof ik 91, 92. Ja, misschien nog net, Busjes, doen we daar ook al aan? Dit is eigenlijk de vreemde eend in de familie. Dit is een diesel. Dus AMG diesel, MB-100 AMG bus. En deze is ook nog gebruikt in het oude Mercedes Museum. Ja. Als je kijkt naar de enkele brochures die online staan van de originele MB-100 AMG, dan heeft deze zowel aan de buitenkant volledig pakket als de binnenkant volledig in Alcantara, AMG interieur, spiekertjes overal, alles zit erop en eraan. Maar waar vind je dit? Dan belt dus het Mercedes-Benz Museum van hallo Sneek, ik heb hier nog wat leuks staan. We zijn nog niet op dat niveau gekomen, maar goed, dat is net als met heel veel uit deze collectie, de auto's, dat gaat via en dan hoor je daar wat of je ziet daar wat en je wordt een keer uitgenodigd, god, dan zie je wat staan. En... Ik heb het echt nog nooit gezien, maar bijzonder. Deze stond er wel, denk ik, ook vorig jaar. E-klasse, E60. Ja. Dus de 6 liter V8 AMG motor. Nou, deze stond er dan wel. Deze stond er wel. Oh, gelukkig. Ja. CL 7.3. Ja, nou, die ken ik ook nog. Ja. En die ken ik ook nog. En als ik het goed heb, komen we hier weer bij wat nieuws aan in de collectie, denk ik zo. Klopt, ja. Dit is C43. Station AMG V8. Combineert met de Signo, uiterlijk, kleur, interieur. Ook geloof een stuk of 1000 of zo of iets meer dat er in die uitvoering zijn. C55. C55, een hele onbekende AMG auto. Heel veel mensen die eigenlijk zeggen, ik dacht dat het ophield bij C36 of C43. Dit was ook gemaakt en ik geloof tegen de 59 stuks aan. En het is echt een monster op wielen. Ja, dat geloof ik wel. Dat is een 5,5 liter blok hierin, in zo'n relatief kleine auto. Ja, dat, in dat een C-klasse. Ja, goed, dit is de 3.2 AMG. Ja. En dit werd eigenlijk de Baby Benz genoemd, voordat de 190 de standaardbenaming van Baby Benz kreeg. Ja. Goed, en hier zijn ook weer weinig van gemaakt. Ik loop even naar de overkant, naar wat grotere broers, naar de S-klasses. Ja, dit is weer lekker Miami Vice. Een witte, is het een 560 SEC of? Ik dacht dat het een 560 was inderdaad. De Lorentzen pakket, uitvoering, de wielen, de bodykit en dergelijke. Cocaïne zal ongetwijfeld nog op het dashboard liggen. Dit was niet de origineel Mercedes. Klopt. Dit is de SGS Mabelja, de Mercedes Cabrio. Die nooit door Mercedes zelf gemaakt is natuurlijk. Wel volledig hydrauliek systeem voor de softtop erop te zetten. Er zijn nog wat interieurdingetjes op bij aangepast en zo. Ook wel weer een hele unieke auto natuurlijk. Komen we nu, nou ja, ik vind dit echt een van de absolute toppers uit de collectie. De S73 AMG. S70. We moeten het even opnieuw doen. De S70 AMG, ja, deze kleur alleen al. Hebben we vorig jaar natuurlijk uitgebreid behandeld, zelfs mee gereden. Maar deze blijft wel, toch? Tuurlijk, dit is het pareltje. Deze kennen we ook nog, denk ik, van vorig jaar. Ja. Dit is niet de vleugeldeur. Nee, dit is de 65 SSC AMG 6.0. Oké, en de vleugeldeur is gevlogen, zeg maar. De vleugeldeur die is over de grote plas heen gevlogen naar een andere geliefde verzamelaar. Ik moet wel zeggen, waar we nou weer terechtkomen. Ik wist dat ze bestonden, maar ik heb ze nog nooit bij elkaar gezien. Oh, dit zijn de twee A-klasses die eigenlijk gemaakt werden om te vieren dat het succes van Hakkinen en Coulthard in de races, eigenlijk die voor Mercedes toen de tijd aan het racen waren, zijn gelimiteerd tot 250 stuks. Allebei, dus 250 Coulthard, 250 Hakkinen? Ja, samen. Oh, samen? Ja. En wat, is het dan 125, 125? Dat zegt ze wel, maar goed, je ziet altijd een Hakkinen te koop en nooit een Coulthard. Nee. Natuurlijk omdat Hakkinen veel meer succes had behaald dan Coulthard. Hakkinen natuurlijk tweevoudig kampioen, 98 en 99 inderdaad met McLaren toen. En ja, ik kan me voorstellen dat Coulthard heeft nooit wereldkampioen geworden. Nee, maar je ziet ze eigenlijk nooit samen en dat is toch wel weer iets waarvan wij dachten, nou, we hebben de kans, hè? En het, je kunt het een niet zonder het ander hebben. Je kan niet op één been lopen. Het is volgens mij allemaal vooral optisch, hè? Er zit, motorisch is het een viercilinder? Ja, grotendeels standaard inderdaad. Zit een pakketje en de wielen en de uitlaat zit erop van AMG. Je hebt de bedrukkingen natuurlijk van de McLaren logo's erin. Ja. Het interieur is weer bijzonder. De lamellen schuifdak, die heb je erin. En een semi-automaat met koppelingspedaal. Ja. Dat is ook weer een speciaal versnellingsbak. Maar goed, als ik dit soort auto's zie, zo'n oude A-klasse, marktplaats geef ik er misschien 3000 euro voor en dan zit ik nog hoog. Waar praat je over als je zoiets ziet? Nou, bij deze dan mag je er een nulletje achter zetten misschien, dan heb je zoiets te pakken. Ja, oké, als je het kan vinden. Maar dan is het nu tijd voor het hoofdgerecht, het Friese hoofdgerecht. Uniek, 3 op een rij, ook nog in de goede kleur, hè? Het brons, goud, metallic. Ja, typisch jaren 80, hè? Ja, toen Mercedes in de racerij kwam, zeg maar, de straatversie daarvan werd dit. En een icoon inmiddels, een youngtimer, een gewilde klassieker. Maar er zijn vele opvolgers nog hiervan, tot aan de 190E Evo 2.5. En die staan hier ook allebei. En deze drie bij elkaar, dat bracht ons wel eventjes aan de andere kant van de afsluitdijk. Vertel eens even, want eind jaren 80, Mercedes was lang en breed in het DTM aan het racen. En ze moesten toen, zeg maar, dat was toen de wetgeving, homologatiemodellen. Dus 500, officieel zijn er 502 gebouwd. Nee, hiervan zijn officieel 500 gemaakt en van de Evo 2 zijn 502 gemaakt. Verder zijn de Evo 1's eigenlijk een beetje een ondergewaardeerd model. Ook kijk je naar prijsverhouding vergeleken met een Evo 2. Ja. Er zijn ook een stuk minder Evo 1's over, zegt ze. Maar goed, er is 500 van gemaakt inderdaad. En je ziet toch wel weer duidelijk het verschil tussen de standaard 2.3 16 klepper en de Evo 1. iets bredere bodykit, een ander vleugeltje, een andere voorspoiler. En dan hebben we natuurlijk nog de opperdaddy. Ja, jij zegt deze is bijzonder de Evo 1. In mijn beleving is dat toch echt de daddy, de 190E Evo 2. Nou goed, deze springt er qua uiterlijk 10 keer sneller uit natuurlijk. Ja, als je hier kijkt naar de bodykit, deze vleugel, ik bedoel, ja, heerlijk. De taartschep achterop inderdaad, hè? De verbrede wielkasten, de typische Evo 2 velgen. Dan heb je die voorsplitter nog. En wat jij net aangaf qua waardes, ik heb me niet helemaal, zeg maar, dat ik dagelijks denk ik moet een Evo 1 of 2 kopen. Waar praten we hier over? Bij een Evo 2 dan zit de prijsrange ongeveer rond de 3 ton. U zei? 3 ton. Oké, voor een 190? Even jawel. Slikken, voor een 190 inderdaad. Okay. Een Evo 1, nou ja, dat kun je eigenlijk door de helft delen, zit er rond de 150. Ja. Terwijl wat jij zegt, misschien is deze, zijn er minder van over en is deze wat meer... Een beetje meer ondergewaardeerd. Ja. Jij hebt ze allebei ook gereden, ik nog niet. Gaat wel gebeuren hopelijk vandaag. Maar wat vind jij verschillen, zeg maar, in de auto? Of heb je dat gemerkt? Of? Nou ja, de Evo 2 die heeft natuurlijk van zichzelf al een soort AMG powerpack. Dus die heeft al wat meer vermogen. Ja. Iets strakkere wegligging en dergelijke. Een Evo 1, dat is weer op zichzelf. Je kunt het vergelijken, maar dat moet je eigenlijk niet doen. Nee. Want de auto is zo gemaakt. En de Evo 2 is daaruit geëvolueerd. Dit is een van mijn ultieme sweet spots van de jaren 80. Stap maar in en veel plezier. Wauw! Bijna. Oh. Hij moest even roggelen, hij heeft al een tijdje niet gereden. Grote smaak bij shoot, hè? Dit is wel even iets bijzonders. Can win if you want. Oh, 85 all over in deze 190E Evo 2. Terwijl 85, het is eigenlijk al begin jaren 90 dat deze auto uitkwam, die Evo 2. En ja, ik weet het nog wel hoor, wat een gaaf ding. En vele, vele jaren later rijd ik hem dan eindelijk. Ja, en ook deze heeft net als die Evo 1 een zogeheten dogleg schakelbak. Dus de 1 zit linksonder en uiteindelijk een 5-bak. Even wennen nog. Ja, dit is toch wel de ultieme 190 uiteindelijk voor mij. De 190 Evo 2. En ja, Mercedes was natuurlijk zeer actief in de racerij, in het DTM kampioenschap. En ook zeer succesvol. Ze regen de bekers aan één. Eind jaren 80, begin jaren 90. En daar heeft deze auto mede natuurlijk ook wel zijn iconische status aan te danken. Ja, en de 190, dat is er nog eentje uit de tijd dat Mercedes echt das Haus was. Dat ze gewoon auto's bouwden met een zeer solide reputatie. Geen computers er nog in, geen storingen. Dit waren echt nog degelijke auto's die gewoon een heel leven meegingen. En ja, dat zie je ook wel in het interieur terug. Het is natuurlijk voor de rest een vrij basic 190 interieur. Maar je hebt een koelmeter, je hebt een olietemperatuurmeter. Ja, een heus digitaal klokje. Hoe ethisch wil je het hebben? En voor de rest knopjes, heel veel knopjes. De ramen kunnen naar beneden. Er was al stoelverwarming. Er zit een schuifdak in. Ja, het is luxe die misschien niet past bij een beetje de racy-uitstraling die deze auto natuurlijk heeft. Maar het zat er wel allemaal op. Zo, nou de boel is warm gereden en daar kunnen we eigenlijk eens even een beetje gaan kijken wat dit oude beestje nou echt kan. En ja, valt het tegen of niet? Ik ken de cijfers nog uit mijn hoofd. 235 pk, wel uit een 4-cilinder. Dat hoor je, want ja, het geluid is niet spectaculair, laten we eerlijk zijn. En het maximale bereik zit een beetje zo rond die 5.000-6.000 toeren. Dan krijg je de volle 235 pk. 0 tot 100, 7 seconden en een top. Ja, dat was wel spectaculair. 250 km per uur. En ja, dat was nog uit de tijd dat er een herenakkoord was tussen Mercedes, BMW allemaal. Dus ja, 250 km per uur. Misschien kon die nog harder, maar that's it. En het eerste wat wel opvalt is, ik vind hem wel deinen eigenlijk. Ik had wel verwacht dat hij even wat sportiever zou zijn. En ja, ik wil niet heel lullig doen, maar ik denk de gemiddelde Range Rover die helpt nog minder, word je nog minder zeeziek in. Overdreven, Stuart, maar ja, het is niet een stug afgeveerde sportauto. Het is gewoon ook lekker voor comfort en autobaan cruisen. En nu als je een beetje een bocht neemt, zoals hier, dan denk je, was oké. Lekker helle. Maar tegen het zeeziek worden hebben wij een sportknop hier zitten, jawel. En die zit hier links bij het stuur. En als je daarop drukt, ja, dan gaat eigenlijk het onderstel, de hele hydrauliek van de auto gaat omlaag. En dat zou dus wel echt het verschil moeten maken. Zie het maar als de Sport Plus knop van de jaren 80. Kijk, en nu... Nou, Gurpt schiet in de lach, maar het scheelt wel iets. Kijk eens hoe ik hem zo hier tussendoor zet. Zo. Het scheelt iets, jawel. Al is het maar, zit het gewoon tussen de oren. Ja, dit is waar die wil zitten, hè. Boven die 4.000-5.000 toeren, dat is waar deze Evo 2 echt tot leven komt. Jongens, het is wel leuk, het is wel nostalgie. En ik moet zeggen, ja, die motor loopt wel nog steeds mooi als een naaimachientje. En ook zijn grote concurrenten uit die tijd, hè, de BMW M3 en ook de Evo-modellen. Ja, dat was ook allemaal een 4-cilinder. Die lopen wel heel mooi en die zijn ook best nog wel hoogtoerig. Maar ze klinken toch niet zo spectaculair als dikke 6- en 8-cilinders. En kenmerkend ook voor die Evo-modellen, zowel de 1 als 2, zijn die super lekker zittende stoelen. Die geven heel veel zijdelingse steun. En dat heb je zelfs achterin. Hè? En wat vind je ervan? Zeker voor jouw tijd, hè? Ja, ik vind op zich Mercedes altijd heel gaaf. Deze ook. Dit is de CLK Black Series, om even bij jouw favoriet te blijven. Ja. Maar dan van 20 jaar daarvoor. Precies. Wat dat betreft vind ik hem super gaaf. Ik vind hem ook echt mega dik eruit zien, met die taartscherm natuurlijk. Alleen ja, het rijdt echt voor geen meter. Dus mijn droomauto, ik hou hem toch even op de CLK Black Series. Ik moet eerlijk zeggen, dit wordt toch wel eentje in de categorie Never Meet Your Heroes. Maar hij is wel dik, hij is gaaf. Ik laat die 3 ton nog even in die sok zitten. Ja, precies. Zo, nou, dit was de Evo 2. En zoals je ziet, Martin heeft de Evo 1 meegenomen. Die wil ik toch even proeven. Kom er eens uit, jongen. Chance even neem plaats. Chance. Zo, daar zitten we even in de oudere Evo 1. Hij is ouder, maar hij oogt wat nieuwer. Het is een auto die heel lang in een privécollectie heeft gestaan. Hij heeft ook minder kilometers gelopen. 51.000. Ja, je voelt het aan alles wel een beetje ook. Heel apart, hier zit echt een AMG-stuur in. En geen standaard Mercedes-stuur. In tegenstelling tot die Evo 2, dus dat is wel leuk om te zien. Maar de koppeling, het voelt wel allemaal net wat frisser aan. En dan merk je ook wel een beetje met het rijgedrag van... Nou, daar merk je eigenlijk niet zoveel tussen. Ook hier trouwens het knopje. Dus we hebben hem ook nu weer in de lage stand staan. Voor het meest sportieve. Maar ik kan niet zeggen dat er nu heel veel verschil zit tussen een Evo 1 en 2. Het interieur is echt voor de rest hetzelfde. Ja, alleen hij heeft een minder imposante bodykit, zo je wel. Dus minder spoiler, minder vleugel. Maar qua interieur ook een oliedrukmeter, temperatuurmeter, het digitale klokje. En een prachtige cassette recorder om het ethisch gevoel af te maken. De 190's Evo 1 en 2 zijn weer terug in de stal. Ik moet wel zeggen... Deze vond ik, is misschien net wat frisser, hij heeft wat minder kilometers. Ja. Dat merk je wel een beetje met het rijden, zeg maar. Klopt. Ik moet wel zeggen, voor de rest, in de bochten, valt het mee. Je merkt niet echt verschil, toch? Nee, dat valt reuze mee op zich. Nee. Ja. En ja, taartschep, hoe hoger, hoe beter, toch? Zo is dat. Dat betreft helemaal bij die tijd. Ja, dus dat ook. Vind ik ook. Onwijs bedankt dat we weer langs mochten komen. Graag gedaan. En ik denk, als wij over een jaar komen, dan is de collectie weer anders. Dat zullen we dan zien. De tijd zal het leren. Nou, dit was de Drivers Dream video in ieder geval van deze week. En dan zeg ik, wat is eigenlijk tot ziens in zijn Fries? Op zijn Fries? Ontsjen. Zeg ik ciao, bye en ontsjen. Doei.